Bij 45.000 huishoudings in Ljouwert en omkreten kwam justerjong urenlang geen wetter uit de kraan. Rille gauw wie het wetter in de supermerken uitverkocht. Helptjensen stienen kleer, maar kwamen net in actie. Wetterbedrijf Vitens voelde het lek uiteindelijk op bedrijventerrein De Himrik. Het personeel van Prins Dokkum had juist het werk op een nieuw deadline. De vakbond praatte met de werknemers over nieuwe acties sinds de sluiting van het vangrailfabriek. De directie van Prins had het bod voor een sociaal plan inlutsen. In de Mierden bij de Westerrein is juster een bom op visken. Een man wie on het visje met een magneet. Hij haalde een cilinder-eftig voorwerp naar boven, lette die blikken dat het om een bom uit de Tweede Wereldoorlog ging. De EOD had de bom afgevuurd. De Unis Flyers van Heerenveen had juster de derde playoff-wedstrijd verlengd van Tilburg. In de hele finale om het kampioenschap van Nederland. De Flyers kwamen in Noord-Brabant eerst op voorsprong, maar verleerden uiteindelijk maar 5 treien. Joen en vannacht min 5 graden, enkele sniebuien. Morgen geregeld zinnen, plus 2, een noordenwind krijgt 4.